unieke aan dit onderzoek is dat in dit onderzoek echt voor het eerst wordt gezien hoe bedrijven nieuwe businessmodellen ontwikkelen. En daar zie je toch verschillende strategieën. Je ziet een derde van de bedrijven die helemaal niks doen op het gebied van businessmodel innovatie. Wij noemen het businessmodel fixatie. Je ziet dat sommige bedrijven bezig zijn met businessmodel replicatie, het verder aanscherpen van het businessmodel. Je ziet dat maar heel weinig bedrijven bezig zijn met businessmodel vernieuwing, die echt succesvol een nieuw businessmodel kunnen ontwikkelen. En je ziet met name grote ondernemingen werken aan een duale businessmodel. Dus aan de ene kant het bestaande businessmodel meer uit te melken en tegelijkertijd een nieuw businessmodel ontwikkelen. We hebben echt een grote survey opgezet onder 10.000 bedrijven. En we hebben ook 16 diepgaande case studies gedaan bij bedrijven als DSM, IAC Merwede, Randstad, TomTom. En dat heeft echt heel veel opgeleverd. We hebben geprobeerd in het onderzoek managers handvaten te geven om die early warning signals te herkennen van wanneer moet ik mijn businessmodel veranderen. En wij noemen dat ook wel heel mooi de onzichtbare S-curve. Wat zijn dan de signalen? Nou, ten eerste zie je dat in uithoeken van de markt al concurrerende producten ontstaan. Die gevestigde bedrijven vaak ontkennen, maar dat is al een eerste signaal. Ten tweede signaal is dat je ziet dat je talent het bedrijf al gaat verlaten. En vaak kiest voor dit soort nieuwe bedrijven. En het derde is dat we vaak zien dat de doorstroming in de top stokt. En het vierde is dat we vaak zien dat echte vernieuwing ontstaat vaak buiten bedrijf. Je moet je businessmodel al veranderen voordat je performance achteruit gaat.